Deze film gaat over het vervangen van een voorste lekzak bij een DS. Op zich is dat niet veel anders dan de achterste lekzak. Maar het is toch interessant om het eventjes te laten zien. Ja, het is wat meer werk, met name omdat gewoon het spatbord eraf moet. Het scherm is eraf. Nou moet het binnenschermpje er even af. Die zit met 1, 2, 3 en 5 boutjes en hier 2 parkertjes. En dan kunnen we bij de lekzak. Zo, schotje eraf. Redelijk lek, hè? En dan hebben we hier de lekzak. En je ziet dat hij hier lekt. Wat we nu moeten doen is de auto eventjes in zijn laagste stand zetten. Want dan kunnen we hem omhoog duwen en dan kunnen we hem induwen. En dan kan hij eraf. Zo, mooi. Je ziet hem al een beetje terugtrekken. Doen we er straks even hier nog een krik onder dat hij iets verder terugtrekt. Dat hier genoeg speling op zit. En dan kan hij eruit. Hier zit een splitpennetje in. Die moet er even uit. Dat is de borging van de veerstangkogelhouder op de draagarm. En dan doe ik even met de krik hem nog een beetje induwen. Gewoon alleen even om te zorgen gewoon dat die veercilinder teruggeduwd wordt. En als ik hem dan nu laat zakken, dan blijft in principe, kijk, die veercilinder zo zitten. En dan kan die er, kan de boel er tussenuit. Ja, nu zit deze lekleiding eruit. 2 ligarekjes losmaken. En we hebben hem te pakken. Even deze losmaken. Die lekzak is toch al kapot. Maar dit rubber randje hier eromheen wil ik wel heel houden. Want die krijg je er meestal niet bij. En we hebben de lekzak los. Nu moeten we bij het herplaatsen even op 2 dingen letten. Ten eerste dat natuurlijk het tuutje zo komt te staan als die stond. Hè, dat we hem niet per ongeluk zo zetten. En dat daarna als ik dit mofje hierover schuif, dat dit gaatje voor die splitpen goed komt. En dat ik hem niet per ongeluk zo zet. Ja. Hoog genoeg, hè, want er zit hier een groefje en daar moet dan het randje van de lekzak opkomen. Zo is deze oriëntatie goed. Dan kan dit beschermrubbertje eroverheen. En dan moet ik hem nog een stukje draaien. Zo heb ik iets meer grip erop. Dan kan ik ook even zorgen dat hij, ja, nu zit hij mooi ver genoeg naar boven, want er zit hier een klein randje. En dan kan ik hem twisten en dan kan ik hem ook gelijk even richten. Dat hij zo meteen, ja, zie je, nou zit hij, zit het gaatje ook goed. Nou, hier een ligerexion. Hier het beschermbandje en het ligerekje om. Het gaat er gewoon om dat hier tussen deze lekzak en je ligerex iets zit dat het ligerex de lekzak niet doorsnijdt. Zo, dat is eentje. Voordat ik nou de ligerex doe, zet ik eerst even de splitpen erin weer. Zo, een beetje tape er overheen. En dit is alleen maar dus ter bescherming van je lekzak, dat de ligerex er niet doorheen snijdt. En daar kan je dus eigenlijk
van alles voor nemen. Het belangrijkste is dat het een beetje dikte geeft. En dan kan nu het liggerekje eromheen. En dan natuurlijk niet vergeten dit slangetje er weer in te stoppen. Ik voelde duidelijk dat er hier een randje zit en dat het hier wat wijder wordt. En dan moet je zorgen dat dat bolletje zeg maar er voorbij zit. Dan kan die er nu niet meer uitschieten. Deze film, gemaakt door Stichting DCT, ging over het vervangen van een rechtervoor lekzak bij de DS. Bedankt voor het kijken. Hebben we je geholpen? Je helpt DCT met een kleine donatie.